Wie de laatste weken naar het sportcentrum kwam, was er getuige van dat naast het sportcentrum een drukke bouwactiviteit te zien is. Hier wordt een nieuwe sporthal gebouwd met twee zalen die in het totaal kunnen onderverdeeld worden in 6 sportterreinen. Genk is een sportstad met diverse sportclubs. Zo zijn er ook heel veel clubs die aan zaalsporten doen. Maar omdat wij geen geschikt gebouw hadden, was er de vraag groot en moesten vele sportclubs die zaalsporten deden uitwijken buiten Genk. Daarvoor hebben we gekozen als beleid om een groot sportcomplex te bouwen, zodat de vele clubs hier op een moderne manier gebruik kunnen maken en op een hoog niveau aan zaalsporten kunnen doen. De aannemer is vorig jaar in maart begonnen met het bouwen van onze nieuwe sportcomplex. En de werken schieten goed op en de bedoeling is dat we in het voorjaar van volgend jaar, dus in 2015, de nieuwe sportcomplex kunnen openen. Het is een sportcomplex met een vloeroppervlakte van 4800 vierkante meter en de buitenafmetingen zijn 80 meter op 60 meter. En het is een complex met twee sporthallen, dus het is geen klassieke sporthal, maar het is een sporthalcomplex met twee sporthallen die je nog onderling ook nog kunt opsplitsen, waardoor verschillende clubs tegelijkertijd kunnen sport beoefenen. Het heeft een kostenplaatje van 11,4 miljoen euro. Nu, we hebben gekozen om centraal een grote sportcomplex te kiezen, zodat vele Genkse sportclubs hier op hoog niveau, op een kwalitatieve manier, aan zaalsportbeoefening kunnen doen. Het heeft ook een speciale architecturale waarde, omdat onze huidige sportcentrum ook een beschermd gebouw is met een bepaalde architecturale waarde, hebben we ook gekozen dat onze nieuwe sportcomplex ook op dat gebied een markante gebouw wordt. En we hebben dan ook met de leden van de sportraad en onze sportdiensten ook een bezoek gebracht om te kijken hoe dat de werken evolueren. Ik moet zeggen dat de reacties zeer positief waren en ik hoop dat de zaalsportbeoefenaars, de clubs, zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van deze prachtige accommodatie. En zo zal ons sportcentrum er in begin 2015 moeten uitzien.